De Kerstlesstichting ziet een streng toegangsbeleid niet zitten en vindt dat de opvang er is voor alle sociaal kwetsbaren, ongeacht afkomst en religie. Mensen zijn mensen, het maakt niet uit of ze uit Den Haag komen of uit Polen of uit Bulgarije. Ik denk dat ieder mens sowieso recht heeft op opvang. De gemeente Den Haag zal binnenkort concrete stappen zetten om niet-regionale dak- en thuislozen te weren uit de reguliere opvang. Met name voor de groep Midden- en Oost-Europeanen zal het consequenties hebben. Waar moeten die naartoe? Maybe I go home, maybe. I think so. But of course I don't want to sleep on the street. And but I hope I find and I try to do it. De gemeente Den Haag laat weten later vandaag met een reactie te komen.